Lorenzo Di Luca heeft een nieuw paard in de stallen mogen verwelkomen. Dat is deze Colinus. Een Nabab de Reva uit Hemingway en Legaat uit de Oberlina-stam. Die zijn oorsprong vond in de omgeving van de familie Zwartjes. Die ook te boek staan als fokker van deze Colinus. Werd in Italië op 1,55 meter niveau gereden door Giovanni Sapupo. Moeder gaf ook al een 1,35 en een 1,30 springpaard. Staat momenteel in Nederland de dekking. Ja, ze zouden zomaar eens de nieuwe topcombinatie kunnen worden. Lorenzo Di Luca en deze Colinus. Een paard wat er veel in heeft. Een paard wat voorzichtig wil zijn en een paard wat goed meewerkt. Met 4 naar de laatste. Aankomst met 4 strafpunten. 1 springkamp hebben we gezien bij Lorenzo Di Luca en Colinus in een tijd van 65,40 seconden. Dit, dames en heren, is gaan.